Vandaag zijn we te gast bij een gulpenaar die vandaag onder andere de tweede dag gelopen heeft van de Heuveland Vierdaagse in Vilt. Maar niet zomaar de tweede dag. Op de tweede dag wordt er het gans bijzonder met het aantal kilometers wat het tot nu toe gelopen heeft. Jan, hoeveel kilometer heb ze vandaag volbracht? Vandaag 28. Ja. Maar in totaal, de lups niet pas sinds gisteren, hè? Nee, ik geloof 42 jaar. Ja, en in die 42 jaar heb ze fijn bijgehouden wie vuil kilometer allemaal? Ja, dat heb ik van het begin af aan bijgehouden. Ja, en dan zitten we vandaag op een mijlpaal. Hoeveel kilometer is ze vandaag volgemaakt? 140.000. 140.000 kilometer, dat is nog wel een stukje, hè? Tja, in 42 jaar. In 42 jaar, oké, maar dat is dan niet niks. Dan moest het toch ook, al deelt ze door 42, dat zijn nog veel kilometers per jaar. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Had ze speciaal dan naartoe geleefd voor dat nu bij de Heuveland, Vierdaagse? Nee, dat is toevallig zo goed gekomen. Ja. Want ik heb de 130.000 kilometer ook bij de Heuveland Vierdaagse verwacht. Oh. Dus, ja. Heb ze die dan een fijne toch een mijlpaal wat ze met hun gedeeld hebt? Ja. Zeker, dat... Ja. Zo'n vierdaagse, Jan, dit is superwandelaar. Is dat het apart staan, vier dagen achtereen, toch een verschillend parcours, als ik Nijmegen pak, als ik Vilt pak, was in dezelfde categorie, met een Vilt ook. Ja, wel, je hebt minder deelnemers wie in Nijmegen, maar toch bijna 7000. Wat is het bijzondere daaraan? Ja, het bijzondere hier, vooral hier in het Heuveland, hè. Dus, de natuur, hè. Vierdaag. Ja. Kijk, ik ben vies een keer in Nijmegen geweest, maar qua parcours en schoonheid is dat niks. Hè. Dat is alleen omdat het ernaam had, Vierdaagse Nijmegen. Maar qua wandelevenement is Vierdaagse voor veel de schoonste Vierdaagse van gans Nederland. Ja. Dat heb ze Vierdaagse, die ik bis vandaag dan 28 kilometer gelopen. Ja, dan loopt ze een vierdaag, dan zit ze over de 100 kilometer, maar die schuurt zo niet ervoor om een wandeling van 100 kilometer te doen. Hè? Nee, ik heb in mijn leven al, ik heb al een keer 300 kilometer gelopen in 3 dagen. Dus, ja, en dan heb ze die bekende tochten wie Nijmegen, Rotterdam enzovoort, dat staat allemaal in dit beukje. Ja, Nijmegen, Rotterdam heb ik 21 keer gelopen, die 160 kilometer. Zo. En qua afstanden die lange, ja, eigenlijk allemaal van Nederland. Ja. En ook in het buitenland. Ja. Is dat nu, maakt ze dan een planning van tevoren? Daar wil ik gewoon lopen, daar wil ik gewoon lopen, of wie deed ze dat? Ja, dat moet ze een beetje indelen. Ja. Kunnen ze iedere week zijn er toch gelopen, nee. dat geeft niet. Maar wie deelt ze dat dan in? Zoek ze dat ze zoveel tochten per jaar van 100 kilometer of zoveel vierdaagse lopen? Ja, dan maken ze eigenlijk van begin, in het begin van het jaar een beetje programma. Ja. Dat ze weet hoe ze gaan lopen. Ja. Dus dan deelt ze zich dat in. Mm-hmm. En dan komt toch elke 4 weken komt een midweek wandelen toch? Ja, die in Gulpen. Die slaan ik nooit over. Dat is ook een stukje natuur eigenlijk, ja, hè? Ja, zeker. Het is altijd, je kiest er nooit genoeg van de natuur hier in het zuiden. Dus, Ja, dan merk ik dat steeds nooit genoeg ervan, Chris, want het zijn 15 kilometer, hè? Maar de Gulpen zijn gemakkelijk 2 keer. Ja, normaal lopen we gewoon 2 keer. Dus, Zo fashion vindt ze de natuur dat ze eigenlijk gewoon van genieten wil. Ja. Dat is ook. En ik sloeg hier in het zuiden eigenlijk nooit in het toog over. Nee. Dat is eigenlijk, hoe moet ik zeggen, het leefste zou ze gewoon hier in Limburg lopen. Ja, met ze lopen ook wel hier in Limburg. Ja. Ja. Maar qua lange afstanden, behalve de nacht van Gulpen dan, hè, met zijn 70 kilometer, heb ze er hier in Limburg nog meer dan van dat soort tochten? Ja, dat kennen die maar in de zomer. Hè. Ja. Ja, en dan ken je hem als zitten ja, natuurlijk. Ja. Dan hebben we 39 keer gelopen. Ja. Met lange afstanden had ze hier, dus ja, juist de Mergelandroute dan. Ja, oké. Dat is eigenlijk de enige lange afstand hier in Limburg. Ja. Maar dan loopt ze ook een gedeelte in het duister, hè? Ja, niet dan loopt ze de nacht. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, ja, dan komt ze dikker door
schoon gebieden, maar ja, dan loopt ze in de nacht en dat is dan dat is niet vuil van. Ja, ja. Jan, ik ga er niet met je over hebben hoeveel duizend kilometer dat ze nog meer wil gaan lopen. Ik wens je alleen dat ze nog heel lang leven beschoren is en dat ze nog heel veel kilometers mag maken. Niet okay. Van de natuur en dankjewel dat ze even tijd houdt. Oké, okay, bedankt.